Dames en heren, goedemorgen. Volgend station is Utrecht Centraal. Dames en heren, deze trein rijdt door naar Schiphol, Bokstel, Eindhoven, Eindbestemming 2. Het einde van het straatje Am Draaitjebus, zoals in de gids beschreven. Geen R, geen kenteken te vinden. En toch zouden we door moeten kunnen lopen naar een klooster. Maar de straat loopt helemaal dood. En de R van Rijnheuenweg is nergens te vinden. We zijn vlakbij Liesem. In dat deel van het wald dat volgens het boekje goed markeerd is. Alleen de R staat hier nog wel ergens op een boom. Tegelijk met de W. Als we de W gaan volgen, dan lopen we terug naar Bad Godesberg. Lijkt ons niet helemaal de bedoeling. Dus wederom goed markeerd. Naadje. Van de Rolandsbogen onderweg naar baanhof Rolandseck. Langs een illegale route. Want de Rijnheuenweg heeft het weer ergens anders heen gekozen. Zoeken naar de signalering. Waar is het bord? Geen R van Rijnheuenweg. Maar hier verstopt wel de pijl van de Burchtwandelweg. En die gaan we. Hier houdt de E8 dus op. Vlakbij Remagen. Geen pad, geen signalering, niets. En we hebben in elk geval dit stuk gered, al was het soms bijna op de tast. Vanwege de gebrekkige markering. En dat betekent dat we een heel belangrijk attribuut nu maar tevoorschijn halen. Voor noodgevallen, het kompas. Zo. Nou, even om een idee te geven van het wisselvallige weer. De armen bloot, maar de rugzak toch in de regenhoes. Ik denk dat we nu wel bijna op het hoogste punt van de route zijn, 565 meter. Het weer is alleen iets minder mooi dan het gisteren was, maar voorlopig is het nog droog. Dan heb ik de munt verlaten. We stijgen nu kräftig afwärts. En wederom fantastisch wandelweer. Ik wil dit in twee woorden samenvatten, nee, in drie woorden. Heet, heet, heet. De eerste echte regendag. Zin zich in de regen. Door de stromende regen hebben we nu Bad Breisig aan onze voeten. Zo, we zijn boven. Dan gaan we daar ook verder omhoog. Na een steile, hete klim. Over het asfalt komt Keldenich in zicht. Weer, dat wil zeggen dat we over de helft zijn. Nog 11,5 kilometer naar Bad Münstereifel. We zijn op weg naar de onderdoorgang onder die weg daar. En volgens het boekje is dat de riante onderdoorgang van 1,5 meter hoog. En we gaan het redden. Ja, Wilma. Wilma is er ook al bijna. Door uiterst sfeervol gebied op weg naar de volgende hindernis. Een iets hogere onderdoorgang onder de snelweg. Maar volgens de auteur van het boekje erg smal. Wordt een wat lastiger paadje, geloof ik. En dan lopen we dan onder de A61. Het verkeer raast over ons heen. Wij hebben een drie tegels breed paadje. De echte hindernis is dus deze brug, want die moeten we ook nog over. Nou ja, brug. Ook weer gebeurd. Thank you.
bos aan de rand van Aken richting de Beverbach, oftewel de Beverbeek. En dit is zo'n beetje het Amsterdamse bos voor de Akenezen. Nou, dat is wel indrukwekkend, hè? Ja. Nou, dat is ook een duur spoorlijntje om te bouwen, hoor, destijds. We hebben Moelaardshutte verlaten. We lopen weer door het uitgestrekte wald. In feite het Hürtgenwald, waar in de Tweede Wereldoorlog zo hard gevochten is. We zijn helemaal alleen met de vogels en de wind. Prachtig, hè? Kijk eens, hé. Nou, zeg. Oh, wat leuk, hè? Ja. Hier kun je je thuis voelen, hè? Op weg naar het Königsfelder Tal. Tal. Pauze bij het wandelkruis in Urfey, althans net buiten Urfey. Dit zicht heeft de camera op Wilma. En dit zicht heeft Wilma op de Eifel. Richting de 500 meter gestegen. Helemaal aan de horizon. Wazige bergen, dat zou wel achter de Rijn moeten zijn, in de buurt van Keulen. Je hebt hier een uitzicht waar u het tegen zegt. Jeetje, nog een toe. En dit in het ven, de kikkervisjes. In grote getalen. We staan op de bovenkant van de Boyelskop en die zit op 292 meter en nog veel mooier het Zevengebergte. Jij mag daar voor de camera het landschap beschrijven. Plat. Plat. Het Diekbaumkreuz in het Kottenvorst. En opvallend aan dit kruisbeeld is dat het alleen de voeten, de handen, de doornenkroon en het doorboorde hart van Christus laat zien. Het lichaam is weg. We zijn op zoek naar de dikke eik met een omtrek van 5,5 meter. En hier staat die dan. Althans, hier stond hij, want de dikke eik, in het boekje uit 2010 nog zo aangeprezen, heeft het loodje gelegd. De overblijfselen van de dikke eik. Ons pad gaat vrij steil naar beneden, maar als je dit ziet, het gaat even steiler. Bon. En de rest van druk Duitsland. Zevengebergte vanuit een ander perspectief, namelijk van een industrieterrein. Net te laat om een moeder ree en een kind ree te filmen.
Dus filmen we Wilma. En we lopen nu weer zoals het hoort. Door het bos, onverhard en immer stijgend und talend. Vanaf Bad Breitzig de Radweg in plaats van de E8. Kan ook mooi zijn, zeker als het weer droog wordt. Het viaduct van de B9. Vlak bij Andernach. En de trein. Wat zei je over deze binnenkomst, Wilma? Nou, dat het zo leuk is, zo met een hoge, hele hoge viaduct met een dingetje oude meuk. Het is weer wat anders. Het is weer wat anders. Dan de schöne grüne Wiese. Ja. Het prachtige marktplein in Cornelie Münster, maar hopeloos ontsierd door een hoop verzameld Duits blik. Dat verder een heel leuk pleintje is. Wees eerlijk. Wij staan in het centrum van Schmid. Hier is dus de grote slag om het in het Rutgenwald om begonnen. De kerk werd in de oorlog geheel kapot gemaakt. Dag Otto. En hersteld met smokkelaarsgeld van de koffiesmokkel. En de bijnaam is dan ook de Sankt Mokka. Binnen in de kerk een zeer indrukwekkende, maar ook niet echt vrolijk stemmende tentoonstelling over de veldslagen bij Schmid. De enorme ellende die dat teweeg gebracht heeft in de oorlog. Dat is een nieuwe uitbouw bij de kerk. Wij wandelen de oude ortskern van Peschin, Bruchstein, hier rechts. Gecombineerd met vakwerk. De Wächtertoren in Bad Münstereifel. De fysiotherapeut in het vakwerkhuis. De telegraaf in de boekwinkel. Nog een stukje oud Rijnbach, de Kalmturm, oftewel de oude stadsverdedigingspoort. We lopen door Liesem op de Marienforststraße en in welk geval de route van het boekje hiermee weer opgepakt. Dan zouden we iets 2 op 3. Bad Honnef, ook zo'n badplaats met vergane glorie, zou je zeggen. Hè? Kuren en baden, dat was voor de rijken vroeger. En dat was vroeger wat iedereen deed. Die tijd over en geld over had. En tegenwoordig doen veel minder mensen dat. Dat is een altmodische bezigheid, denk ik. Ja, ja, nou, die draaien goed. Maar zolang het kuuroord heet, is het vergane glorie. Kijk, op het moment dat het wellness resort gaat heten, draait het misschien weer. Hij kijkt uit over de stad Imagen, Franciscus. Voor hem staat zijn kerk en daarachter ligt de stad en het Rijnland. De Godesburg, althans wat er van over.
niet op wachten, hè. Niet Bad Brandende Hittendorf, maar Bodendorf. Schitterend. Een soort vindvleur. Ja, ja. Ja, villagevleurie. Zin zich het slot. En dat is vast niet uit de middeleeuwen. Woensdag 1 juni vanuit het hotel. Dat ziet er iets anders uit dan gisteren toch wel hoor. En het verhaal van de bekkerjongen heb ik gisteren gezocht, maar niet kunnen vinden. Dus daar gaan we nog naar op zoek. Bakkerjongen, ik zie helemaal geen. Ja, tussen de poorten door, aan de binnenkant. Oh, echt aan de binnenkant? Ja. De Rijnpoort. Dat is echt de Altekranen. Uit mijn hoofd, maar het zal daar wel bij staan, 1500 zo'n beetje. 1500, 1600. De Ronde Toren. 14 zoveel. Goedman, jongen. Viezerik. Kunst aan de stadsmuur. Uiterst pikant, parkeergarage in Stadsmuur. Ik vind het heel bijzonder.
zaterdag 28 mei, in tegenstelling tot gisteren, een blauwe lucht. We lopen langs, wat was het, de Sint-Martinskerk, waar we gisteren uitgebreid binnen gezeten en gekeken hebben. Een bijzondere spoorwegovergang. Die is namelijk altijd dicht. Moet je aanroepen om hem open te laten gaan. Ja, binnen. Ja, hallo. Kunnen die weer de baan overvaren? Ja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie auf der anderen Seite sind. We hebben het geschafft. Ja, wiedersehen. Waar zou je nou zitten? Dit lijkt een natuurlijke rotswand, maar het is dus uit rood zandsteen, roodbruin zandsteen. En in de 2e, 3e eeuw na Christus door een plaatselijke grondbezitter waarschijnlijk gebruikt om stenen te hakken en te houwen. En van dit soort stenen werd eigenlijk van alles gemaakt in de Romeinse tijd. Van gebouwen tot grafstenen tot de overkapping van de waterleiding. Wat zou dit gat zijn, dit open gat? Dat gaan wij weldra weten. Hier stond ooit een oude moutfabriek. En voordat ze de hotels en woningen gaan neerzetten, kwamen ze ontzettend veel oude Romeinse gebouwen tegen. Daar stroomt de rivier en er is erg veel ruimte voor als die ooit meer water verstouwt. Roerstouwzee, de op één na grootste van Duitsland, met op de achtergrond de stuwdam. En dan loopt de rivier naar Roermond, hè? Uiteindelijk. Eindelijk het waterkrachtwerk Jugendstil 1904. Kijk, hier kom je met de auto niet.
We naderen het plaatsje Kal en passeren de rivier de Urft. Dat is dezelfde die bij Gemunt samenkomt met de Olef. De monding van beide rivieren. Maar dit is de Urft. Nu zijn we echt bij de Aar. Daar loopt nog wat water door. We zijn alleen nog niet aan de overkant. Nou, echt diep is het ook niet, hè? Nee. Er ook op. Oh, dat zal de geizerboot zal wel zijn. Ja. Ja. Het bolwerk aan de Rijn. Douane was dat. Oh, ja. En tractoren. Maar ook vooral legermaterieel. Het leven is goed, hè? En de boten varen door op de Rijn. Zou die ook aan tafel zitten nu? Dus de Hollander is wel, 6 uur. Zitten op onze hotelkamer. Nou ja, zitten is meer leggen. En daar, het lijkt heel wat, maar de ingang is nauwelijks te vinden. Het hotel, Guesthouse Druf. Nou, Hotel Zoom Adler was niet helemaal wat we wilden. De kamer was nog niet schoon, dus we zitten nu in een andere kamer. Het heeft ons in elk geval een biertje kosten van het hotel opgeleverd. En die noten die wil maar zitten snaaien. Ruim 3 kilometer uit de route. Een giga appartement met een Australische eigenaresse. Nou ja, 21 jaar geleden was ze nog Australisch. Met een eigen terras. En een eigen keuken. En na deze hete dag het allerbelangrijkste, een koelkast vol met bier. Een van de voordelen van dit buiten de stad gelegen appartement, eten op je eigen terras. Heerlijk, met een glaasje wijn. En dit is onze tuin. Hotel Zumanker,
Regen und Rheinblick. Even orde op zaken stellen, hè, na een regenachtige wandeldag.